Deze highlights worden nu aangeboden door Heineken. En Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Kijken naar Elia. Moet het daar alleen gaan doen? Kan wel eens uithalen. Nee, dan moet ik aan de eerste keer naar de grond. Bal dwarrelt een metertje naast. Sean nu wel met wat ruimte. Fernandes heel veel van op links. Buitenkant rechts, daar vindt hij Ronaldo en de goal. Het is meteen bingo. 13e minuut. En het wonder is meteen weer geschied. De Portugese connectie. En meteen de goal van Cristiano Ronaldo. Hoe kan het ook anders, kan je je bijna gaan afvragen. Deed het al tegen Newcastle. En doet het nu meteen opnieuw in de Champions League. Het is zijn 135ste goal. Garcia nu. Sierro. Openen tot bij Fasnacht. Wat meer balbezit nu voor de Zwitsers. Fasnacht kan die trappen. En de redding van De Gea. Prima trap van Christian Fasnacht. Dat zien de supporters graag gebeuren. Sancho nu oppassen voor de counter. Een save van ruimte voor Fernandes. Ronaldo is op links. Cristiano Ronaldo met Camara trappen met links. En de redding van Balmos. Het gaat er goed op en neer nu. We gaan een kaart krijgen. Rood voor Wan-Bissaka. Dit verandert het spelbeeld uiteraard helemaal. Wan-Bissaka moet naar de kant. Ja, gaat daar fors door op de enkel. Geen twijfel mogelijk, terecht rood voor Wan-Bissaka. Garcia. Gaan ze meteen profiteren. De trap en hij gaat net naast. Dit was het wel geweest natuurlijk. Garcia. Zoeken naar Elia met Lindelöf. Krijgt hij de bal voor. Daar is Martins. Sierro. Een gekraakt schotje. Makkelijk voor De Gea. Bij Bern blijven ze komen nu. Dat is prima. Ruimte gevonden op rechts bij Elia. Laag voorbrengen. Dit is dan de goal. Jawel. Het is in Gamale die de gelijkmaker scoort. En of het verdiend is. ...1-1 Young Boys Bern tegen Manchester United. Fasnacht. Camara. En Lauper. Gamalu kan nog eens uithalen. De borstcontrole was het van Sibachu. Soleimani in de box. Hij wacht iets te lang met die bal voorbrengen. Miralem Soleimani. Weg kans. Lingard tegen de grond. Het schot van Lauper. Zijn dan ook de vingertoppen van De Gea. Ben dus een hoekschop. Hij probeert het dan maar eens van ver. De centrale verdediger. Gamalu verspeelt de bal.
oppassen, daar is Joubatsu. Nog een kans en de goal voor Joubatsu. Een mistaste bij United. Kijk eens naar de complete explosie van vreugde bij de Zwitsers. United gaat in de 95e minuut onderuit. Het is de Amerikaan Joubatsu Pefok die de 2-1 scoort in de absolute slotfase. Baltier. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Hotels.com, officiële sponsors van de UEFA Champions League.